Voor de tweede keer in een paar jaar tijd wordt een medewerker van Jeugdland verdacht van seksueel misbruik met kinderen. Lars de R werd de laatste twee jaar regelmatig door het speelpark ingehuurd om tijdens verjaardagsfeestjes kinderen te begeleiden bij het bouwen van hutten. Nu blijkt dat er een onderzoek loopt naar tenminste één voorval van misbruik bij Jeugdland. We zijn natuurlijk vreselijk geschrokken, ook de mensen op Jeugdland allemaal en ook bij de gemeente. De politie doet nu nog onderzoek. Ik kan daar dus eigenlijk niet op de details ingaan, want dat is een zaak van de politie. Maar mocht er iets voorgevallen zijn en wat de ernst ook is, dat mag natuurlijk niet gebeuren op een plek waar mensen zich veilig moeten kunnen voelen. En daar werken wij ook elke dag keihard aan. Lars de R zit sinds augustus vast en stond dinsdag voor het eerst voor de rechter. Hij werd al verdacht van misbruik van vijf kinderen in Nederland en zes in India. Toch komt het voorval op Jeugdland als een verrassing voor de gemeente. We waren natuurlijk geïnformeerd door de politie dat er onderzoek liep tegen deze man. Sinds de zomer is hij ook niet meer ingehuurd in door de stichting die activiteiten uitvoert op Jeugdland. Maar dat er. Mogelijk dus ook een voorval is geweest uh, waar een kind bij betrokken is. Um, dat weten wij ook pas sinds uh, gisteren. En uh, ja, wij, vinden, wij zijn daar natuurlijk erg van geschrokken. En uh, um, ja, we leven ook uiteraard mee met de betrokkenen die daar ook in begeleid worden. Het is niet de eerste keer dat een medewerker van Jeugdland wordt verdacht van seksueel misbruik. In 2014 werd Dervis A. tot drie jaar zelf veroordeeld voor het misbruiken van twee jongens. Wij hebben ook jaren geleden een heleboel maatregelen getroffen. Die hebben ook in die zin goed gewerkt dat er ook gewoon steeds vier-ogen-principe is. Dat er ook toezicht is tijdens de activiteiten, wat ook echt goed werkt. Maar ja, dit soort dingen uh, uh, is niet 100% uit te sluiten. Wij zullen evenwel natuurlijk alles doen om te kijken of Jeugdland nog veiliger kan. Want we willen het natuurlijk graag open houden, maar het moet wel veilig.